van harte welkom in Den Haag, hooggeëerd publiek. In het bijzonder de twee auteurs die de moeite hebben genomen om hier vanavond te komen vertellen over hun nieuwe boeken, hun romans, waarin, ik heb ze zitten lezen de afgelopen twee dagen, en dan probeer je zo'n rode draad te vinden. En die rode draad heb ik uiteindelijk gevonden in het feit dat, ik denk dat deze boeken ons iets willen vertellen over de wereld waarin we leven. Ons iets wil vertellen over de stemmen die niet gehoord worden, maar wel opklinken. Of het nou aan de rivier, die machtige, kronkelige rivier de IJssel is, of het prachtige Rotterdam, waar gisteren weer een ode aan het groot kapitaal is gebracht in de vorm van een markt. En dan gaat Rotterdam, daar krijg je Rotterdammers voor mee vooraan. Hè, een wat krijgen we? Wat is er aan de hand, jongen? Heb je de muziek uitgezet? Kan je dat niet zo'n loopje in? Kan je er geen knoop in doen? Oké, nou dan maak ik mijn eigen muziek. Maar we hebben in ieder geval twee fantastische auteurs. En we hebben muziek van Bram Stadhouders. Die jongen die wordt in de grote Europese media hoog op het schild gehezen. We gaan straks naar hem luisteren. En er is een agenda. En als klap op de vuurpijl, daar komt u eigenlijk voor. Al durft u dat niet zelf toe te geven, de quiz. U kunt die twee boeken gewoon winnen als u het slimste jongetje of meisje van de klas bent. U kunt meekijken via een livestream op www.bibliotheekdenhaag.nl/live. En wilt u alles een keer rustig terugkijken op een zondagmiddag met een glaasje witte wijn of een kop hete chocolademelk, dan sparen wij, voor dat doel, sparen wij alle filmpjes op. En die kunt u dan op YouTube terugbekijken, youtube.com/bibliotheek.tv. En het wordt ontzettend goed bekeken, begreep ik uit de berichten van de twee loyale medewerkers van deze bibliotheek, Mira en Marcel, die vooraan zitten met samengeknepen billen, want als die Benali er maar geen potje van maakt. Goed, ik wil een hartelijk applaus horen voor de eerste schrijver van deze avond, Sanneke van Hassel. Ja, waar is Sanneke van Hassel? Ik moet even wennen aan deze bank. Weet je wel, hij is nieuw. Zo, lekkere bank. Was mijn idee. En dus ik moet er ook niet aan geloven. Sanneke, ga lekker zitten. En ik weet het meteen nog niet. Nee? Werkt niet? Zoiets. Nee? Hij past, je bent er wel op gekleed. Ja, even afgestemd voor van tevoren. Ja? Ja. Vind je dat belangrijk, dat je er ook als auteur gewoon goed uitziet? Nee hoor, ik ben al blij. Ik heb drie kinderen en ik ben al blij dat ik nog 5 minuten heb om even snel dat t-shirt met die vlekken uit te trekken. Ja, en heb je hier nog wat aan gedaan voordat je hier naartoe kwam? Een vlek eraf gehaald. Een vlek, ja. Oké, goed. Over die, ik introduceerde je net als schrijver van misschien wel de nieuwe vorm van stadskronieken. Het gaat over Rotterdam, hier blijf ik. Een boek zullen we zeggen korte verhalen van mensen in Rotterdam, die dan steeds worden vergezeld door foto's gemaakt door Rotterdamse fotografen in het kader van de kracht van Rotterdam. Ja. En bij elke foto, dat zijn vaak hele mooie, ontroerende foto's, maar ook soms wat ontregelende foto's, soms surrealistisch en dan weer keihard documentair. Bij elk van die foto's ga jij aan de slag met je pen. Of is dat omgekeerd? Of nee, ga het je eerst schrijven? Het was eigenlijk omdat het Financieel Dagblad die vroeg aan mij, wil jij voor ons elke week fictie doen? Toen dacht ik, ja, dat lijkt me hartstikke leuk, want ik schrijf korte verhalen, dus ik maak juist graag iets kleins. En toen dacht ik, ja, maar elke week, dan is het wel mooi om door iets geïnspireerd te worden. Dus ik zei, ik zou wel verhalen bij foto's willen schrijven. Toen zei, kan je die foto's niet zelf maken? Toen dacht ik, nou, ik maak hele slechte foto's en je hebt in Nederland hele goede fotografen. Maar ook, ik wil juist me verhouden tot iets wat iemand anders heeft verzonnen of tot de manier van kijken van iemand anders. En op dat moment was er in Rotterdam deze tentoonstelling, De Kracht van Rotterdam, waar 12 jonge fotografen de stad fotograferen. Dus ik zei, nou, misschien kunnen jullie daar eens gaan kijken. En dat vonden ze prachtig. En zeiden ze, we nemen die hele tentoonstelling. Toen zei ik, ja, maar iedereen heeft zijn winterjas aan. Toen zeiden ze, dan nemen we het jaar ervoor ook bij. Want toen had ik 2 edities De Kracht van Rotterdam. En had ik 100 foto's en elke week koos ik er 1. En de opdracht was ook, omdat ik kom uit Rotterdam, de foto's waren Rotterdams, maar het Financieel Dagblad is landelijk. Dus toen heb ik mezelf ook als opdracht gesteld dat het over
het leven in de grote stad moet gaan. Je hebt als het ware eigenlijk die, Rotterdam uit die foto's weggehaald. Maar ja, omdat ik mijn hele leven van Rotterdam weggecensureerd. Ja, eigenlijk wel. Ja. Is het voor een minderwaardigheidscomplex? Weet je? Nee, maar, een Amsterdamse auteur zou overal bij hebben geschreven van in het Vondelpark. Raamkracht. Weet je wel, er zijn tuurbanen. Maar dat is toch fijn, want het maakt het ook wat groter. Het maakt het ook wat universeler. Het gaat ook over, en ik heb hiervoor een bloemlezing gemaakt. Die heette Naar de Stad. En dat was met verhalen uit de hele wereld. Met 40 verhalen. Ja. Uit de hele wereld. Met allemaal auteurs ergens in een stad. Ja. Dus ik wie vind zien dat wij daar? Ook fijn. Oh, nou, bij mij is het een moeder. En haar zoon gaat op stage. Maar ik weet van deze foto. Ik had al die foto's geanonimiseerd. Van deze foto weet ik dat het in het echt een vrouw is, volgens mij uit Colombia. En haar zoon, die mag hier niet komen wonen, terwijl zij wel legaal hier woont. Mm. Dus in het echt is het echt een veel dramatischer verhaal dan bij mij. Ja. Maar ik heb ook best vaak gedacht, oké, dit zijn de ideeën die we allemaal hebben, kan het ook anders? Kan je er ook anders naar kijken? Maar als ik dit hoor van jou, Colombiaanse dat moeder... Dat soort verhalen lees ik ook heel veel in de krant. Maar als ik echt door de stad loop en ik kom bijvoorbeeld in Rotterdam bij de ABN AMRO, dan zitten daar al heel veel... Ja, nou, bij mij de ABN AMRO werken alleen maar, ik weet nooit zeker of ze Turks of Marokkaan zijn, dat zou jij waarschijnlijk veel beter ik weten zie dat dan meteen. Ik. Ja, wat erg gênant. Ik weet niet waarom, maar ik zie dat meteen. Nee, gênant. Ja. Maar dus, ik zie het vaak aan de manier waarop ik ze het geld tellen. Ik wil ook graag die verhalen vertellen. Nee. maar waar blijf je weg? Want je weet het verhaal. Dat wist van dit. Heb ik later Visser, gehoord. De fotograaf? Nee, van dit. Ik heb al die foto's geanonimiseerd, dus ik wist van niks het verhaal. Dat heb je bewust gedaan. Ik heb de naam van de fotograaf zelf weggehaald. Want ik dacht, als ik zie dat de foto is van Jan de Groen, dan ga ik me toch al voorstellen dat Jan de Groen in zijn windjack door Rotterdam loopt. Mm-hmm. En sommigen hebben dan hele mooie namen. Die heet, weet ik dan nu. Die heet bijvoorbeeld Ruben Dario Kleinmeer. En die maakt soort landschappen. Dan begint er bij mij al iets. Ik dacht, ik moet alles. Ik heb gezegd, mag ik gewoon die foto's genummerd? Oké, lekker anoniem alles. Lekker anoniem. Dat werkt omdat het lekkerst voor jou. Omdat ik dan het meest kan verzinnen. Ja. Is Rotterdam een fotogenieke stad? En ja, ik vind van wel. En dan wil ik meteen een foto erbij hebben. Van. Maar dat, ja, wat het, is natuurlijk niet, het is natuurlijk niet klassiek, pittoresk, romantisch. Dit is de Maasvlakte, of tenminste richting de Maasvlakte. Ja. Ja, ik woonde heel lang in Rome gewoond. Dat ligt vlak onder Rotterdam. En dan ben je heel erg aan dit landschap gewend van Pernis en de... uitgestrekte containerlandschappen. Ja, en dat vind ik dus mooi. En ik vond het heel mooi. Vind je daar mooi aan? Ja, maar het is wel raar. Kijk, als je een trapgevel ziet, dan vraagt niemand wat vind je er mooi aan. Ja. Ja, wat vind ik hier mooi aan? Wat ik wel heel prettig vind in Rotterdam, is dat er heel veel ruimte is. En dan komen de mensen ook heel mooi uit. Als je zo'n enorm drukke straat of zie je de mensen bij niet. Maar bij ons, ik was laatst op de Kop van Zuid en toen vond ik het net een theater. Want dan heb je die enorme gebouwen en een hele lege stoep en dan lopen daar 3 mensen. En dan ga je daar heel goed naar kijken. Dus dat vind ik bijvoorbeeld fijn. En ik denk dat ik aan die ruimte gewend ben en dat het licht vrij spel krijgt. Sowieso, als je een stad met die rivier hebt, de rivier reflecteert het licht. Dus dat... Ja. Ja. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar ik wil toch weten wat is... Ik ben opgegroeid in Rotterdam en ik weet niet beter dan alles is lelijk. Ja, maar ik vind dat dus niet lelijk. Vind jij dat nog steeds lelijk? Ja, nou ja, ik bedoel, als je zegt Venus is mooi, dan is Rotterdam lelijk. Ja, precies. En, maar dan gaat het over je eigen... Ja, ja. Maar goed, het raakt me wel. Het raakt me wel. Dit soort rauwe portretten of rauwe fotografie raakt mij echt, meer. Dat soort woorden, maar het is ook natuurlijk een beetje een soort van echt. En dan heet het café onder het viaduct. Dat vind ik dan grappig. Maar wat ik ook me realiseerde, dat ik elke week opende ik weer al die foto's. Dus ging ik weer 100 foto's ging zo doorheen. En het werd natuurlijk langzaam minder. En het gaat voorbij, mooi of lelijk. Je gaat gewoon kijken. En dat is fijn. Het is zo fijn als je niet meer hoeft te oordelen, maar gewoon denkt, wat kan ik ermee? Wat denk ik hierbij? Dus niet, wat vind ik ervan, maar wat kan ik erbij verzinnen? Dat is eigenlijk een veel fijnere vraag. Hoe werkt dat proces en toen bij dacht jou? Ik, dat zou je eigenlijk altijd moeten doen als je naar kunst gaat kijken. Helemaal niet mooi of lelijk. Het is echt het minst interessant misschien wel. Het is zo lekker als je gewoon kan kijken. Mm-hmm. Ja, nou, in dit geval had ik maar een paar dagen de tijd om dat verhaal te schrijven. Dus dan dacht ik gewoon... Wat is mijn eerste idee hierbij? Ja, dit is een foto, daar wist ik wel echt wat het was. Want dat is bij mij, dat is echt bij mij om de hoek. Dat is het Rotterdam Studentenkoor. En dat is gewoon heel raar, want daar tegenover zit een gebouw dat heet Havenzicht. Terwijl er is geen haven met de opvang van de dak- en thuislozen. En dan heb je dus daar tegenover die jongens in pak die eigenlijk 18, 19 zijn. En doen alsof ze de directeur van de ABN AMRO zijn. Nou ja, en dan geven ze ook wel eens een feestje. Ja. Dus hier kon ik echt heel makkelijk iets bij verzinnen. Eén foto waar je een verhaal mee hebt geschreven, dat je gaat voorlezen.
is dat verhaal met die lasser. Hè? Ja. En met een mooie titel. Hebben we die, Leno? Ja, die hebben we. Ja, dat is een hele ja, dit is een mooie foto. Typische Rotterdamse straat. Nog een heel klein beetje oud, maar ook heel veel rare, niksige wederopbouw. Ja, en dan ook lekker in de garagebox een hele onderneming. Ja. Ja, mag natuurlijk niet van de gemeente, maar wie kan het wat schelen. De titel van het verhaal is een brief aan een jonge lasser. Het heet Aan een jonge lasser. Aan een jonge lasser. Iemand die advies geeft aan een jonge lasser. Nou, toen moest ik meteen denken aan de Duitse dichter Rilke met Aan een jonge dichter. Ja. En jij gaat dat verhaal voorlezen. Tot onze grote verrassing, ik weet niet hoe ze het doet, maar ze doet het, brengt ze Rilke en het Rotterdamse lasser bij elkaar. Let op. Aan een jonge lasser. Als ik jou was, zou ik beginnen met miglassen. Omdat je dan een mooie las kan maken, gewoon uit de hand. Mig gaat het snelst. Hechten, nameten, aflassen, dat is wat je doet. Je moet wel een professioneel apparaat kopen, beter een goed tweedehandsje dan een slechte nieuwe. En dan is er van alles mogelijk. 'S morgens haal je een paar lengtes uit het rek bij de staalhandel. En 's avonds heb je een kozijn met openslaande deuren. Of je laat je fantasie de vrije loop en maakt bijvoorbeeld een hek met een familiewapen. Zagen, snijden, lassen, boren, hakken, zetten. In staal kan je alles kwijt. Even heb je het vloeibaar gezien en nu is het cool en hard. En kan het generaties lang mee. Lassen is goed voor je hersens, voor je zijn. Het is gevaarlijk en je moet je waanzinnig concentreren, anders gaat het mis. En dus vergeet je alles, je zorgen, waar je vandaan komt, waarnaar je op weg was. Ken je die oude lasser van de Kompierstraat? Je had vroeger veel van zulke werkplaatsen, maar ja, regeltjes. En dan zeggen ze dat er meer blauw op straat moet komen, terwijl als de gemeente ervoor zou zorgen dat vakmensen in de stad kunnen blijven en wij dan allemaal onze deuren openzetten. Als die lasser klaar was, zat hij op een kratje op de stoep voor zich uit te staren. Hij had van die onrustige zwarte handen. 'S avonds las hij gedichten van Marsman of Slauerhof en daar vertelde hij dan over. Gelaten door de wind gaan, weg uit de stad van steen. Dat vond hij zeker mooi, omdat hij zelf nooit van zijn plek kwam. Nu rijden hier vuilniswagens met losse dichtregels erop. Geen idee wat hij daarvan zou vinden. Als je iets maakt, moet het één geheel zijn, zei hij. Hij was altijd een tijdje helemaal gek van iets. Of dat nou een vrouw was, of een schrijver, of een muzikant. Dan draaide hij weken achtereen alleen maar platen van die zeurderige gitarist. Hoe heet die ook alweer? Je zit me nou zo aan te kijken, wat dacht je? Dat mensen die met hun handen werken geen verstand hebben? Een maat van me studeert in de avonduren natuurkunde. Gewoon, voor de lol. En zelf heb ik alle cursussen gedaan. B-metal, autogeen, elektrisch lassen, steeds wat nieuws. Als ik jou was, zou ik niet zo snel het grote werk gaan doen. Het betaalt slechter en het is helemaal een mannenwereld. In klein metaal heb je altijd werk. Eén tip. Koop een goede lasbril. Je ziet er wel uit als Darth Vader uit Star Wars, maar ja, je wil geen lasogen krijgen. Dat voelt alsof ze om de minuut een hap zand in je ogen gooien. Ben je zo 2 dagen zoet mee. Meid, succes. Ik ga de deuren sluiten. Ik heb een afspraak met de bovenbuurvrouw dat ik na 6:30 de boel dichtgooi. Anders komen haar konijnen niet tot rust. Ze heeft er 2, op de vloer, naast de tv. Ik zal je maar niet zeggen hoe ze heten, want dan ga je lachen. Hey, je mag applaudisseren. Dat mag, ja. Hey, tuurlijk. Laat vooral blijken dat u het mooi vindt. Als je iets maakt, moet het een mooi geheel zijn. De fotograaf zoekt beelden. Jij zoekt dialogen. En jij vindt ze ook. Maar waar vind jij al die Rotterdamse dialogen? Want er wordt veel gepraat en veel met elkaar gepraat. En praten naar wie ze zijn, waar ze vandaan komen. Hoe kom je eraan? Hoe lukt het je om dat klavier helemaal te bespelen? Ik denk dat ik ken geen lasser die zo praat. Dus het is meer... Ken je een lasser? Nee, ja, ik ken een paar lassers. Het zit heel goed in de lasser. Hoe gaat dat dan? Komt eigenlijk omdat... Nou, ik kende al een jonge Wouter Rox. Die heeft een werkplaats in de Zwaanshals in Noord.
En die ken ik al heel lang, dus heel soms ga ik wel eens langs naar die werkplaats. Het ziet er gewoon heel leuk uit. Zo, nou, een beetje zoals dit. Maar mijn vriend die maakt meubels en die is ook gaan lassen. Dus dan op een gegeven moment, vorig jaar was er een tijd dat hij dan elke avond, dan dacht ik dat hij nog leuk iets lag te kijken. Nou ja, het was dan niet wat ik dacht, het was gewoon lasfilmpjes op YouTube. Dus toen, toen werd ik helemaal knettergek werd ik daarvan, van die lasgeluiden. Maar goed, daardoor weet ik er ook wel iets van af en ik kon ook dingen vragen die ik niet wist. Maar hoe deze man praat heeft heel veel te maken met mijn eigen grootouders, denk ik in eerste instantie. Ik denk dat ik bij, zeker van mijn vaders kant bij hun voor het eerst Rotterdams heb gehoord. Ja, ik loop gewoon al mijn hele leven door die stad rond. Ik vind het gewoon heel. Maar ik doe nu een project en dan interview ik mensen die in meerdere talen zijn opgegroeid. En dan laat ik ze in het stuk wat ik uiteindelijk schrijf in de ik-vorm ook praten. En dan ben ik eigenlijk alleen maar bezig met hoe ze formuleren. En ik hou ook heel erg van taalfouten eigenlijk. En wat dat. Ja, daar komen vaak hele mooie dingen uit voort. Heb je nog een leuke taalfout voor ons? Nou, niet speciaal een dijenklet of zo. Maar ik vind het dan heel mooi dat bijvoorbeeld een Turkse vrouw die nu iets van 55 is en zij heeft altijd getolkt voor haar ouders. En haar broer zat op school, zij was 15 en ze vonden dat zij niet meer naar school hoefde, maar zij moest wel Turk en tolken en naar alle afspraken mee, met de huisarts en de gemeente en de sociale dienst en weet ik niet wat. En toen dan zegt ze vol tegen mij, ja, er woonden hier toen nog heel weinig, bij Zuidplein in Rotterdam woonden heel weinig Turken. Je kon ze op handen tellen. Nou, dat vind ik dan veel mooier dan op twee handen. Dus heel vaak. Mooi. Wat is het moeilijkste Rotterdamse argot of dialect om goed papier te krijgen? Want het zit het Nederlands in van de bouwvakkers, het Nederlands van de leraar, het Nederlands van de bezorgde ouders. Is er een Rotterdams waar je toch mee blijft knokken? Nee, maar waar je denk ik altijd mee knokt, is dat het niet te vet wordt. Dus je moet het een beetje doen, maar niet te. Dus het is eigenlijk altijd minder dan in het echt. Ja. Maar ik denk er ook niet zo over na. Die stemmen zijn er gewoon. Dat kost me niet zo heel veel moeite. Maar daarna zit je wel te kijken, te denken, is het niet te? Ja. Er was wel is één personage, dat is een jongen heel erg van nu, die organiseert evenementen. En dat vond ik wel moeilijk, want dan wordt het snel een beetje flauw. Hoe praat hij dan? Ja, dat weet ik niet precies. Hij zit met zijn telefoon vooral. Oh, dat is ja. En hij denkt natuurlijk heel erg, hij moet dan ook steeds subsidie aanvragen om die evenementen te kunnen organiseren. Dus hij denkt ook heel erg in die termen zoals sociale cohesie. Maar omdat hij dan weet dat hij dat moet invullen voor de gemeente. Hij wil natuurlijk gewoon een feest geven, maar dan moet hij weer zeggen dat is goed voor de opbouw van de buurt en dat soort dingen. Ja, hij valt eigenlijk op een gegeven moment samen met zijn subsidie aanvragen. Ja. Ja. We gaan nog wat foto's bekijken. Die fotografen lezen jouw verhalen. Krijg je reacties? Nou, ik weet het niet. Ja, een paar weet ik van dat ze die verhalen hebben gelezen. Ja. Maar ja, eigenlijk pas sinds het boek af is. Ik heb aanstaande vrijdag mijn boekpresentatie. Dan ga ik ze eigenlijk pas ontmoeten. Maar een paar hebben wel gewoon gereageerd via Facebook en zo. Maar dat zijn natuurlijk altijd mensen die het leuk vinden. Ja. Dus maar er zijn vast mensen die vinden dat je ermee aan de haal gaat. Maar ik heb die mensen het over het algemeen toch wel kunnen waarderen. Ja. Een soort van opnieuw naar wordt gekeken. Ja. Wat zien we hier? Ja, in het echt is het volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Ik denk dat de metro daaronder doorloopt. Wat intrigeert maar je bij mij, foto? Ik ben gaan denken, dit is een beetje zo de buitenwijken. En daar wonen dan kinderen en die denken, hier kunnen we spelen. Wat kunnen we hiermee? Nou, en toen dacht ik, hier kan je skaten. Dus toen ben ik wel naar een vriend van mij die skater was gegaan en zei, wat zou je hier allemaal kunnen doen? Die zei, best wel moeilijk, maar als je nou wat beton stort, dan kan je wel zo omhoog tegen dat muurtje. En dus dat heb ik toen gebruikt. En dan hoef je niet meer, want je hebt natuurlijk in de stad heb je wel een paar hele mooie skatebaan, hoef je daar niet meer naartoe. Okay. Dus zo. Dus je bent eigenlijk al. Ja, ik merk. Dus, maar dit zijn toevallig twee die Lasser. En dit verhaal zijn echt wel waar ik dan ook een beetje research voor deed. Want ik weet niet zoveel af van skaten en skateboarden en die hele cultuur. En dan heb ik ook nog van die vreselijke filmpjes gekeken. Waarbij die skaters de hele tijd op hun bek gaan. Het is echt vreselijk. Schaafwonden en schreeuwen en vreselijk. Maar vinden ze dan stoer of zo? Of zijn we een jaan? Maar heel vaak, omdat je elke week. Dat is heel fijn aan deze. Was heel fijn aan deze. Was eigenlijk een opdracht. Je put heel erg uit wat je al weet. Ja. Dus heel vaak hoefde ik ook helemaal niet zoveel te researchen. Nou, wat doe je wat je al weet? Dus wat je bij elkaar gesprokkeld wat hebt. Wat ergens aan, in je zit. Gewoon die down, zoals jij zegt, dat aan een jonge Lasser. Toen dacht ik, dat is zo. Aan een jonge dichter, dat ken ik best wel goed. Dus dat zit ergens in je. En je laat dat als ik langer aan iets werk, dan ga ik er veel meer over nadenken. En dan ga je veel meer je eerste idee weggooien. En hier vertrouw je heel erg op wat er gebeurt. En
Ja. Hier komt eigenlijk wat je net vertelt over het anonieme van, je anonimiseert al die verhalen, je wilt, dat is hier eigenlijk ook het geval. We zijn hier echt bij Spaanse Polder misschien? Ik weet niet waar Kleinpolderplein. Maar het had overal kunnen zijn, ja. in die volgebouwde snelwegcultuur van ons. Helemaal in Rotterdam. Ja. Volgens mij pak ik hier altijd de afslag naar Den Haag. Ja, dus dan, ja. Ja. Dan zie ik die foto en dan denk ik, ja, dit is natuurlijk een heel bijzonder moment dat daar geen verkeer is op dit enorme drukke verkeersknooppunt. Dus ja. Nou, dat zijn mensen die van Schiphol komen, denk ik dan. En dat zijn mensen die gaan naar huis. Ja. Maar toen dacht ik, ja, maar wat zijn dat dan voor mensen? Op een of andere manier dacht ik toen, ze komen uit Iran. Ja. Volgens mij had ik daar net, ja, ik had net met een man heel lang gesproken die uit Iran kwam. Dus toen ben ik me dat gaan voorstellen vanuit wat hij mij had verteld. Ja, hoe lang doe je over zo'n verhaal? Is dat, bedoel, moet je er heel lang over nadenken? Of hoor het, je ziet de foto, je hebt associatie met een Iraanse man en dan heb je de stem. Ja, normaal zou ik dit, als ik over de verhaal die ik normaal schrijf, zou ik het niet kunnen zeggen. Maar in dit geval kan ik gewoon zeggen, ik begon er vaak op maandag aan. Dan werkte ik er 2 à 3 uur aan. Nou, dan soms moest ik dus heel veel uitzoeken, zoals over die lasser en soms minder. En dan ging ik de volgende dag, ging ik meestal het einde verzinnen. En dan had ik nog 1 dag om er nog 1 keer heel goed naar te kijken. Dus dat je, ja, dat je het toch kan herschrijven. Dus niet zo, kijk, een column kan je ook wel in 1 avond schrijven, want dat is heel erg je eigen toon. Maar je wil toch dat elk verhaal een eigen geluid krijgt. En dan leverde ik het in. Dus ik werkte hier 3 dagen aan. En ja. Het was ook echt belangrijk om die 3 dagen te hebben, omdat je toch afstand moet nemen om er toch, ja, om het echt goed te krijgen. Ja, het laten afkoelen. Ja. Je hebt nog een verhaal voor ons. En dat heb ik uitgekozen, omdat ik het een heel, ik vond het heel broeierig, mooi verhaal in zijn dialoog. Er hoort ook een foto bij. En het is heel gek, maar ik had, dat klopt niet, hè? De jongen las bij het open doel. Nee, dit is. Maar goed, het maakt niet uit. Het gaat om die foto. En moet u daarbij denken. En die foto had ik niet geassocieerd met het verhaal. Kom, maar ze lopen toch door een park? Ja, maar goed. En het is kerst. Ja. Ik zag deze foto en ik dacht, er moet een kerstverhaal bij. Maar dat was misschien ook omdat het vorig jaar heel warm was. Weet je, het was toch zo'n hele warme winter. We hebben toch een soort van geen winter gehad. Ja. En toen zag ik die lichtjes en dat vond ik heel feeriek. Maar en toen kreeg ik een kerstassociatie. Ik krijg nu wel een hele raar beeld van mij. Ik ga nu wel mijn best doen om er een kerstgevoel bij te krijgen. Ja. Nou ja, dus was vorig jaar was het zo heel warm. Daar heeft het denk ik mee te maken gehad. Het was heel warm, maar die lichtjes. Ja. Dat vind ik dan ook leuk. Je kan natuurlijk hele mooie kerstverlichting hebben, maar je kan ook iets zien en dan krijg je datzelfde gevoel. Ja. Zie niet een soort Disney-feetje in een wit jurkje uit de sneeuw. Ik moest op een gegeven moment denken aan Arjan Robben, halve finale. Ja, maar dat is zo leuk. Als jij, dat vind ik dus, ik doe nu met scholieren doe ik dit. Ja, maar dat is zo leuk, want jij zou dus een heel ander verhaal hierbij schrijven. En ik zou dit eigenlijk wel met de hele wereld willen doen en dan bij iedereen willen weten wat ze erbij bedenken. Dat klinkt als een project. Ja. Lees het voor. Bus 54. Het was de dinsdagavond voor Kerstmis. In de kantoortuin klonk het gezoem van het ventilatiesysteem. Op de koffieautomaat hing een rood papieren kerstklok. Verder ontbrak elke versiering. Jacob Hoendertwasser was de enige die er tegen 6 nog was. Zijn collega's hadden de middag vrijgenomen of waren helemaal niet komen opdagen. Jacob werkte even hard als altijd of misschien nog harder, zo zonder enige afleiding. Misschien kon hij voor het einde van het jaar nog een grote jaarrekening afkrijgen. Hij betwijfelde of er klant er zou zijn om het fiat te geven. Die zat misschien wel op Ibiza of de Malediven, of naar wat voor eiland ze ook maar toe gingen om zich weer een beetje mens te voelen. Nog 1 keer liep Jacob de balans na. Als hij ergens een foute komma invoerde, kon het rampzalige gevolgen hebben. Toen hij bij pagina 3 was, werd er op het raam getikt. Hij ontwaarde het gezicht van Madelon Koeters. Ze werkte in de kantine en bakte de beste kroketten. Ze zwaaide naar hem, haar handen in lila wanten, en wees richting de ingang. Hij liep naar de hal en draaide de deur van het slot. Ach Jacob, ik zag dat het licht brandde. Moet jij geen kerst vieren? Haar ogen waren rood omrand. Dat hoeft niet zo voor mij. Het is wel zo rustig hier. Ben je iets vergeten? Ze schudde haar hoofd en keek zo droevig dat hij maar niet verder vroeg. Toen legde ze haar wanten op haar ogen. Tussen haar snikken door vertelde ze hem wat er gebeurd was. We zaten in de posthoorn en toen zei ik iets. Iets over dat ik hem al dagen zo slecht kon bereiken, dat het leek of hij niet opnam als hij zag dat ik het was.
En ineens was het voorbij. Jacob klopte op haar rug. Haar jasje was van bont, waarschijnlijk nep en heerlijk zacht. Hij tapte een bekertje water uit de koeler tegenover de balie. Het spijt me, ze haalde haar neus op en zei dat ze maar weer eens moest gaan. Waar ga je dan naartoe, vroeg hij. Naar huis, denk ik. Haar stem trilde. Ik loop wel een eindje mee. Hij liet zijn computer aanstaan en pakte zijn jas. Buiten was het mistig. Ze liepen door het park dat er verlaten bij lag. Madelon klemde haar tasje tegen zich aan. Haar hakken knerpten op het grindpad. Madelon, zei Jacob, ik heb nog een hazenrugje in de diepvries van Wildhandel Treuren. Die zit bij mij om de hoek. Onder de kraan heb ik het zo ontdooid. Waarom niet? Zei ze zacht. Het nieuwe leven dat er in die twee woorden besloten lag. Zijn huis was op orde, maar niet bepaald kerstig. Wel moest er in een keukenla nog twee kaarsen liggen. Zwijgend namen ze het pad dat midden door het park liep. Toen ze de overkant hadden bereikt en wilden oversteken, was de mist zo dicht geworden dat ze allebei niet zagen dat bus 54 juist de hoek omkwam. Prachtig kerstverhaal. Dank je wel. Dank je wel. Ja, nou goed. Ja, in één tijd door, zoals de Vlamingen het zeggen, gaan we naar de literaire agenda. De literaire agenda. Ja, dames en heren. U kunt natuurlijk deze literaire agenda ook gewoon terugkijken op het YouTube-filmpje wat dan wordt. Want het gaat heel snel, hè. We gaan het heel snel doen. En nou, wat heb ik hier voor u in de aanbieding? Morgen is het Dierendag en op een feest tegelijkertijd. En er is dus ook literatuur, geen talen, maar woorden in Rotterdam. Ja, met een hele bijzondere editie, met veel goede auteurs. Herman Koch, Ilariant Vijver, Esther Gerrits heeft een nieuwe roman. Hanna Bervoets, Philip Huff met een nieuwe roman. Thomas Hema van Vos en Nina Weijers, die net een hele mooie prijs heeft gekregen voor haar laatste roman. Hoe heet die prijs ook alweer? Misschien zit hij wel in de quiz, weet ik veel. Goed, begint om 7:30, Schouwburgplein 25. Het Noorderwoord in Amsterdam op 9 oktober. Met literatuur, theater en muziek, gepresenteerd door Christine Otte, Good Old. Deze keer te gast Maria Pruis, schrijver, essayiste en journaliste bij De Groene Amsterdammer. In het Zonnehuis Zonneplein 29 in Amsterdam. Dan gaan we naar het Betere Boek. En niet het Betere Bed, dat is weer een ander festival. Maar het Betere Boek in Gent op 11 oktober. En daar komen ontzettend veel Vlaamse en Nederlandse auteurs van naam en faam. Onder andere Dimitri Verhulst en Erwin Mortier. En Jan van Tortelboom komt uit Zeeland aangereden. En Tom Lanois. U moet daarheen, dames en heren. Nou goed. Dan het grote gebeuren in Groningen op 1 november. Daar is Adria van Dis. En nogmaals, Ilariant Vijver. Dus als u hem morgen heeft gezien in Rotterdam en nog geen genoeg van hem hebt gekregen, dan kunt u hem achterna naar Groningen. De volgende literatuur Late Night is op 7 november. Gewoon weer hier, onder ons. Met de Marokkaans-Nederlandse auteur Hafid Bouazza en Gustave Peek, die met een nieuwe roman uitkomt. Dan zijn er een paar nieuwe boeken op komst. Waaronder Hafid Bouazza. Nee. Lopen er nou dingen door elkaar? Krijgen we nou? Nou, ik zie Esther Gerritsen met Roxy. Net prachtiger. Was de vorige editie? Oh ja, lees me door. Ja, gaan doorlezen. Hafid Bouazza met de akker en de mantel. Juist, over de vrouwen in de islam. Daar moet eens een keer een boek over worden geschreven. Het is er. Dan Gustave Peek, Godin Held. Ja. Kees van Beinem, De Offers. Atte Jongstraan Worst. Of U Worstlust. En Koos van Zomeren, Het Verlangen van Klapekster. Of was het Klapekster? Goed, dat voor deze editie. Dames en heren, er is ook muziek van Bram Stadhouders. Mag daar wat licht op dit grote talent? Een groot applaus. Ja, hallo. Zo. Bram, doe je dit vaker? Ik bedoel, spelen gewoon. Dus het is schrijven zin? Nee, de eerste keer. De allereerste keer? Ja. Spannend. Ja. Jij hebt al dus, je bent piepjong, je hebt al iets van 87 cd's gemaakt.
Zes jaar. Ja. Zes cd's onder mijn eigen naam en ook misschien vijf cd's waarin ik op meespeel dat mensen me uitnodigen. Het gebeurt bijna per ongeluk. Ja, nou, ik moet er wel iets voor doen. Wel veel oefenen. Maar ja, het gaat op zich wel goed, ja. Ja, want je komt uit een muzikale familie. Ja, mijn vader is gitaarleraar en mijn moeder pianoleraar. Van mijn vader heb ik vanaf mijn zesde tot mijn dertiende les gehad. En daarna van allerlei andere leraren. En je bent nog goed met je vader? Ja, ja. Ja, hij is, okay, ja. Ik moest wel elke dag oefenen een half uur toen ik klein was. En kreeg je straf? Nou, nee, geen straf. Maar als ik niet had geoefend, dan... Ja, dat, ik moest wel oefenen gewoon. Als ik niet had geoefend, dan? Nou, ik kreeg geen pak slaag, maar... Nee, dat was net als dat je elke dag je tanden moet poetsen, moet je ook gewoon elke dag gitaar oefenen. Kijk, zo had ik er nooit over nagedacht. Ongelooflijk, ja. Ja. Dus voordat ik tanden poets, gitaar spelen. Ja, zoiets, ja. Okay. Hey, en hoe is het om dan door grote muziekwebsites en tijdschriften one of the great talents of Europe te worden genoemd? Nou, dat is natuurlijk wel leuk als mensen dat zo zien. En ja, dat werkt ook motiverend. Als mensen blijkbaar doen wat ik doe leuk vinden, dan ga ik daarmee door. Jouw vader zei natuurlijk? Ja, die is wel trots, ja. Die, ja. Komt door mij, zegt hij dan, borrels en partijen. Ja, dat zegt hij als voor de gein wel vaak, ja. Okay. Wat ga je voor ons spelen? Eigenlijk weet ik dat nog niet precies, want eigenlijk speel ik altijd improvisatie. Dus ik laat me vaak een beetje beïnvloeden door de avond en de situatie. Dus je laat je beïnvloeden door wat je net hebt gehoord en gezien? Ja, misschien wel. En gewoon door de sfeer van de zaal. En, wat leuk. Ja. Je bent de eerste die dat doet. Die dat durft ook. Die hier, ja, misschien, ja. Ik weet, ja. Ja, ik weet het wel. Ja. Zet hem op! Thank you.
Je zou er denk ik nog één kunnen doen, hè? Je zou er gewoon nog één kunnen doen. Zeker. Ja, de bescheidenheid van het genie. Thank you.
Bram Stadhouders. Is je cd, ligt je cd te koop bij de boekhandel hier? Of, Denk het niet. Nou, oké. Heb je een website? Op internet wel. En wat, top, helemaal goed. Dankjewel, geweldig. Hij kwam als vluchteling naar Nederland uit het verre Iran. Zette voet aan de grond vlakbij de IJssel. Debuteerde met boeken als Het meisje en de partizanen, De reis van de lege flessen. Brak door bij een groot publiek met het Huis van de Moskee. Heeft daarna ook de Koran vertaald naar het Nederlands. Zodat iedereen hem kon lezen, want daar was hij voor bedoeld. Zei Kader Abdolla in de talkshow. En komt nu met een grote kaleidoscopische roman over dat nieuwe Nederland. Papegaai vloog over de IJssel. Een hartelijk applaus voor Kader Abdolla. Abdelkader ben ik. Hey Kader, hoe is het met je? Ja, vier kussen zoals in Iran? Of, ja, helemaal goed. Oké, okay. Ja, mooi zo. Is goed. Breng het thema, jongens. We gaan er een heel... Zo. Ja, zoveel licht. Oké. Okay. Een goede avond. Okay. Hey, hoe snel is de tijd gegaan, Kader? Vanaf wanneer kwam je aan? Het was, 25 jaar geleden. 25 jaar geleden. En toen, die dag dat je aankwam, hè, wat voor weer was het in Nederland? Mijn snor was zwart. Van hagel? Ja, is het jongen Kader Abdolla? Nee, ja. Ik was ietsjes knapper, maar goed, de fotograaf was niet zo. En die sjaal om je hals? Het was koud. Het was koud. Het was koud. Ja. Het was inderdaad koud en dat hadden we nodig. En de fotograaf was ook, misschien was het voor het eerst voor hem om een exotische schrijvers te fotograferen. Hij vond het leuk om een sjaal gewoon om me heen. Een beetje Pakistaans. Misschien hij wist nog niets over Iran of Pakistans. Wisten mensen toen iets van Iran, 25 jaar geleden? Waar kwam je aan in Nederland? In de buurt van Zwolle? Ja, het was... het is heel interessant. Zo'n 25 jaar geleden kwam ik met een groep van zo'n 17. Eigenlijk vier of vijf gezinnen uit verschillende hoeken van de wereld. In Syriërs, een Egyptenaar, een Koerd. Net als in het boek. Precies. Ja. Net als boek. Ik maak de bruggetjes dan. Laat gewoon verder. Oké. En we kregen... Ik ben hier de boodschapper. Oh ja, het is mooi. Ja, nee, dat is mooi. Oké, en dan... We kwamen hier, we hadden... vooral... Tenminste, mezelf, hadden allemaal een druk... moeilijk... leven achter de rug gehad. Bijvoorbeeld bij ons was een kolonel, een Syrische kolonel, die weggevlucht was. Ik was een Iraanse activist, schrijver, journalist in een ondergrondse beweging. En andere was, weet ik veel, iets anders. Maar goed, opeens brachten ze ons en zetten ze ons neer bij de IJssel. Er is de IJssel en die zijn door. Ja. En ze hadden nog nooit een immigrant gezien. Het was ik was vorige week hier, daar met een groep, met een paar journalisten, met een foto maken voor het boek. En landschap is in die afgelopen 2000 jaar daar niet veranderd. Echt niets veranderd. En we gingen daar naartoe. En nu wil ik iets moois vertellen. We kwamen in een dorp van zo'n 800 mensen. Ze praten al zwaar gereformeerd dorp. Dat hoor je ook meteen. Exact. Ja. Het was 800 mensen en zo'n enorme kerk, die eigenlijk voor 16 miljoen mensen voldoende is, maar goed voor 800 mensen. En ze praten in een zwaar dialect. En volgens mij, volgens mezelf, het is niet goed, maar ik zeg volgens mij, na 3 maanden was ik de enige persoon die in beschaafd Nederlands sprak. Gewoon in die omgeving. Want iedereen was zo'n zwaar dialect. Oké,
We kregen daar een huis aangeboden. En er was nog nooit iemand in dat dorp. En op de vierde, vijfde dag werd er bij ons geklopt. Echt, ik meen dat. Werd bij ons geklopt. En ik keek door het raam. Er stond een mooie jonge dame, van een moeder van twee kinderen. Zag ik het meteen. En ik dacht, en met een hond. Ik dacht, hopelijk spreekt ze ABN. Ja, de deur open. En wat zei ze dan? Mogen wij de vrienden van jullie gezin zijn? Van jouw gezin zijn? Vrienden van jullie, van jouw gezin zijn? Van je familie zijn? Het klonk als een sprookje. Nooit in de wereld gehoord. Zelfs niet in mijn eigen, in het vaderland. Iemand wat je klopt, mag een vriend van jou zijn. Wat was jouw reactie? Ja, de deur wijd geopend. En dan, afgelopen 25 jaar, hebben we alles meegemaakt. Met die familie en nog heel veel andere families aan dit dorp. Kinderen werden groot. Kinderen gingen naar de universiteit. De grootmoeder werd ziek. De overgrootmoeder van die vader ging dood. Naar begrafenis, naar bruiloft, naar verdriet, naar de scheiding. Naar... Alles hebben meegemaakt. Niet alleen ik met mijn familie. En ook de anderen die daar waren. En dit verhaal gaat over 25 jaar Nederland, maar met een verschil. In die afgelopen 25 jaar zijn er twee, het land is het eigenlijk, zijn er twee, een soort berichtgeving en een soort ware, het ware leven, hebben een beetje parallel met elkaar gelopen. Berichtgeving van media, een multiculturele drama, maar daar woonden we heel vredig. Niet alleen wij. Niet alleen wij, iedereen. En erg je eraan dat dat onderliggende verhaal niet bovenliggend is? Maar, dat het wordt weggedrukt? Dat wordt soms eigenlijk... Word je dan boos? Ik werd niet boos. Ik moest van wat ik hoorde en wat ik meegemaakt heb, wat ik gezien had, met een boek komen. Een ander motief of een andere reden om dit boek nu te schrijven in je leven, slaat, komt terug in het motto, als het niet zo is, zeg het dan alsjeblieft, Kaander. Dat is opgedragen aan de personages van dit boek, zij die zijn en zij die niet meer zijn. Het lijkt alsof je de balans aan het opmaken bent. Hey, het is heel alert van jou, Abdelkader Ben Ali, die is mooi. Maar kijk, ik zei het, je hebt het over zij die er zijn en zij die er niet zijn. Zij, het gaat niet alleen over de immigranten. Zij, dat wilde ik zeggen, die twee, we waren samen. Wij waren zowel immigranten als in Nederland samen. Elke immigrant gezien had 4, 5 Nederlandse families contact met elkaar. En zij zijn die grootvaders, Nederlandse grootvaders die weg waren. Die grootvaders van mijn kinderen waren. Mm. En zij zijn de kolonel die weg is. Ja. En zij is de anderen die er zijn. Zij en wij waren de een nieuw Nederland. Ja. En met dit boek wilde ik iets anders zeggen. Kijk, ik, net als jij, jou, ben ik overal in Europa achter mijn boeken aan aanwezig. Okay? Ik zie het leven van immigranten, van Zweden tot andere continenten. In dit land, in andere landen, is een soort apartheid aanwezig. Niet met negatieve apartheid van Zuid-Afrika. Maar immigranten hebben alle rechten. Maar niemand bemoeit zich met ze. Niemand bemoeit. Ze hebben eigen televisie, ze hebben eigen kanaal, ze hebben eigen bruiloft, eigen dood, eigen begrafenis. Ja. En zij komen bij kantoor, salam, contact, hallo, en dan boem. Maar in Nederland hebben we dat nooit gehad. Maar er zijn mensen die geen contact met anderen kunnen. Maar hier bemoeit iedereen zich met elkaar. Te veel. Niet te veel, dat wilde ik zeggen. Er wordt zoveel gezegd dat wij onze Nederland tolerantie kwijt. Ja. Maar discrimineren, dat is allemaal, klopt allemaal wel. Maar de kern is gezond. De kern is gezond? De kern is gezond. Kern is een bijzonder levendig
Okay. Correct Nederlands. En hoopvol, hoopvol, dat wil ik zeggen. Er zijn foute mensen, immigranten, foute Marokkanen, ja. Foute Iranen. Maar waarom wordt het verhaal niet verteld? Waarom horen we het verhaal zo weinig? Ik heb het gevoel dat het alleen maar slechter gaat. De multiculturele verhoudingen hebben nog kijk, nooit zo op scherp gestaan. In alle samenlevingen... Ja, boek is heel hoopvol. In de geschiedenis, in alle samenlevingen... Kijk, eerst komt journalistiek aan de beurt. Eerst heeft journalistiek het woord. Eerst heeft televisie met massa kijken aan het woord. Eerst moeten de interessante, spannende, bewaarde mannen op televisie komen. Maar literatuur heeft tijd nodig. Jij bent schrijver. Je weet dat voor grote landelijke thematieken hebben we minstens een afstand van 20 jaar, 25 jaar nodig om van al die gebeurtenissen literatuur te kunnen maken. De wijn, een wijn is gemaakt door geduld. Ja. En ik heb die afgelopen 25 jaar nodig gehad om dat alles mee te maken, om dat alles te laten in een vat, wijnvat, te laten gissen, te laten zinken en dan met wijn te komen. En dat is het verhaal, een hoopgevende verhaal, de stem van literatuur van een Nederland die we nodig hebben. Natuurlijk hebben we foute, faule immigranten, hebben we heel veel problemen. 500 jaar geleden kwamen hugenoten hier in Rotterdam, in Den Haag. We hebben ze allemaal gewoon in de achterstandwijken gestopt. Maar waar zijn ze nou? 400 jaar geleden kwamen Joden. Wat hebben ze met hun gedaan? Maar waar zijn ze nu? Als we hun... We moeten geduld hebben, volgens dokter professor Kader Abdolla. Ik ben dokter, die dokter anders heb ik van de universiteit gekregen. In Groningen? Groningen. Je bent professor, toch? Hoogleraar in de... Even wachten. Abdulkader Banali, wachten. Kijk, voor immigratie hebben we ook tijd nodig. Ja. Maar 25 punt, jaar dat punt heb je is goed gemaakt. 50 dat punt jaar, heb je goed gemaakt. 100 jaar. Okay. Kijk, dit boek komen. Het is, we hebben een plaatje van 1001 Nacht. Hebben wij een plaatje van 1001 Nacht? Hebben we geen plaatje van 1001 Nacht? Dan ga ik, Scheherazade. Je vangt aan met Scheherazade. De verhalen vertelt ze uit 1001 Nacht en een Nacht. En want jij bent eigenlijk, vind ik, de Scheherazade van Nederland, misschien wel van Europa. Omdat je iedereen een stem geeft. Je geeft zelfs een papegaaienstem. Maar je geeft ook een Syrische kolonel een stem. Een monteur die verliefd wordt op een Ford wat is het, Dakota. Hoe heet die mooie wagen? En Katharina. En Henk. Henk, je geeft ze Joop, allemaal een stem. En Jaap. Als Scheherazade. En in tegenstelling wat je nu zegt, zit daar heel veel urgentie in. Want je wilt de wereld verbeteren en laten zien dat het anders kan. Waar ik benieuwd naar was... Jij kwam die Syrische kolonel tegen en je kwam dat Koerdische meisje tegen. Wat bond jullie met elkaar? Wat bracht jullie bij elkaar? Hadden jullie elkaar verhalen te vertellen? De rivier eerst. De rivier. Kijk, er waren 4 families, maar zeker nog later 100 families. Ja. En dan 1000 en dan 1 miljoen in die afgelopen 25 jaar in Nederland. En 35 miljoen in heel Europa. Maar bij ons, we waren gewoon... Kijk, ik zeg, Kader Abdullah, zijn gezin. Ik was een schrijver. Ik vertel, ik had een verleden, een man met verleden, met een status. Ik kwam, hup, gewoon in Zalek. Wie ben jij? Niemand. Ik had geen contact. Heb jij toen Klazine ontmoet? Ik zei, hebben we daar een foto van? Hier is jouw eerste vraag. Natuurlijk. Ja. En dan hier, was een kolonel, met zijn gezin. Heel veel gedaan in het leger van Syrië. En niemand kende hem. En daar, en dat. Maar er was een veerboot, een pont. Komt ook in het boek voor. Ja, en dan, we gingen eerst naar elkaar toe. En zo, de rivier bracht ons in verbinding. En dan met de mensen die op de dorp lopen. En dan onze kinderen naar school. En dan de ouders van kinderen. En dan de grootouders, grootouders van onze kinderen zijn. Ja. Maar Kader, die mensen, die, kijk, jij was, ik bedoel, je bent gevlucht uit je land via een hele rare kronkelweg, net zo kronkelig als die rivier de IJssel,
hier belanden al die anderen. Veel mensen zijn getraumatiseerd. En mensen die getraumatiseerd zijn, willen die verhalen vergeten. Maar jij bent een verhalenverteller en je bent een goede luisteraar. Beginnen ze jou die verhalen vertellen? Maar kijk, immigratie heeft de wet van de jungle. Dat weet jij ook. Ik bedoel, mensen komen met duizenden, met miljoenen. Het is niet dat iedereen kan zich aanpassen, iedereen kan succes boeken, iedereen, dat is niet zo. Velen, net als die vogels, velen vallen gewoon. Ja. Velen vallen. Ik zeg niet velen dood, maar vallen gewoon. Ze kunnen. Maar ze vormen een brug. Ze slaan een brug voor hun kinderen. Velen. Velen offeren zich op, zodat hun kinderen naar de toekomst kunnen. Maar anderen, zijn er anderen die nu kunnen het leven pakken en dan verder en verder gaan. Ja. Maar of ik naar die mensen geluisterd heb, ik hoefde niet naar die mensen te luisteren. Ik heb met die mensen gewoond. Ik heb bij hun langs geweest. Ik kende hun dochter, ik kende de kolonel, ik kende de vrouw van de kolonel, ik kende Perry, ik kende Jaap, ik kende Henk, ik kende al die... Er zijn zo'n 70 actieve personages in dit verhaal, zo'n 35 Nederlanders, zo'n 30... Ik heb ze allemaal gekend. En ik heb ze gezien. Ik hoefde niet naar hun... Dat was niet nodig geweest om het aan mij te vertellen. Hmm. Maar je hebt gelijk. Ik moest hun verhalen weten. Anders was het onmogelijk om het te zeggen. Want je hebt ze 25 jaar met je meegedragen. Ik heb 25 jaar... toen we allemaal langs de IJssel komen... Onze kinderen waren zo klein... En nu, al die kinderen hebben zelfs een kindje. Ik heb ze allemaal, ik heb al hun leven allemaal meegemaakt. En hun dood van hun vader, dood van hun ouders. En de scheidingen, en geluk en ongelukken. En naar school gaan, naar universiteit gaan, juist niet gaan. En een beetje naar de islamitische, naar die radicalisme gaan. Merk je dat ook bij je eigen kinderen? Absoluut. Dat heeft ons... Dat heeft invloed op ons allemaal gemaakt. Je hebt een jonge dochter van 24? Ik heb een jonge dochter van 24. Laatst kwam ze bij mij. Zij is hier opgegroeid. Ze woont hier ergens in Den Haag. En je weet toch wel waar ze woont? Ik ga me even oriënteren waar ik zit. Iets verderop. En zij is een mooie jonge vrouw. Ze heeft alles gedaan wat God verboden heeft. Alles gedaan wat God... En pas zo'n jaar geleden, 6 maanden, kwam bij mij klagen. Waarom heb je mij de Koran niet geleerd? Ik zei, wat? Je bent vertaald. Ik heb jouw vertaling niet nodig. Ik heb de echte. Ik zei, sorry. Hoor. Hoe is dat? Hoe is het voor een vader... die zo zijn best heeft gedaan voor het begrip, er zit een verhalen vertellen in jou, maar ook een wereldverbetering, om dat van zijn eigen dochter te horen. Maar ik heb jouw vertaling niet nodig. Ik heb jouw vertaling nodig, je hebt je geest verkocht. Ik zei, maar goed, zij is een jong meisje, ze houdt van mij. Waarom zegt ze dat? Ik zeg, omdat ze moet zich verzetten. Kijk, een jonge generatie, vooral de tweede generatie hier, zij is hier geboren. Kijk, ze zoeken naar hun eigen identiteit. Ja. Ze moet tegen mij aan botsen. Kader Abdul heeft de Koran vertaald. Ja, wat is het? Mijn vader heeft het vertaald. Maar goed, ze moet iets tegen mij. Ze moet gewoon verzetten dus op een andere manier. Maar hier zeggen, ja, Koran, x niks. Je had me Arabisch moeten leren. Kijk, en ze gaat nu Arabisch leren. Heeft ze plannen voor Syrië? Ze vindt vindt die mensen geen mensen. Ze zijn monsters. Maar als jij erover leest, over die jongeren hier in Den Haag? Antwoord op je vraag. Ik was op in Belgische televisie 4 nachten geleden. Jullie kunnen op televisie kijken. Gemist programma. We gingen over dit onderwerp. Nee, ik bedoel, niet over mezelf. Ik ging over dit onderwerp. Over Syrische... Over de zonen van de Belgische immigranten. Ze waren zo'n 350 naar Syrië gegaan. Waarvan zo'n 60
gedood. En dan op die uitzending, waar ik ook was, was de advocaat van die mensen. En was iemand anders die praatte. En ze hadden het was een rechtszaak, rechtbank. Jouw mening werd gevraagd? En dan, dat bedoel ik. En dan, ja. Ik was ook daar, ik ging over mijn boek. En dan, ze hadden over arresteren, dood in gevangenis, 50 jaar, 20 jaar, bombarderen. En ik zei, oké, alles is waar. Arresteer ze, berecht ze, zet ze in gevangenis, allemaal terecht. De rechter bepaalt en ik buig mijn hoofd. Maar er zijn 350 families in dit land en ze hebben zoveel verdriet. Ze hebben hun zonen verloren. 350 zonen verloren, maar 60 zijn dood, de rest mogen ze niet hier terugkomen. En als ze terug zijn, zijn ze de zonen, dan zijn hun zonen niet meer, ze zijn gedramatiseerd. En dat was eigenlijk verdriet van België. Het was niet gewoon... En dan... Je vraagt, dat is verschrikkelijk. Dat is pijnlijk. En het is niet pijn van die families. Het is onze pijn. Het is de pijn van de samenleving. Heb jij ook het gevoel dat je persoonlijk daarin gefaald hebt? Ik zal je iets anders vertellen... De laatste tijd, en nu ben ik 25 jaar hier en dan er zijn boeken van mij gepubliceerd. En het laatst vraag ik vaak mezelf, was het moeite het waard geweest om dit te doen? Om weg te gaan? Moeite het waard geweest om je doden achter te laten? Om de dood, het doodgaan van je vader niet mee te maken? Niet naar zijn graf te kunnen lopen. Het oud worden van je moeder niet te zien. En dan je dochter hier krijgen. En tegen jou zeggen, waarom heb je dat niet aan mij meegegeven? Is het moeite het waard geweest om alles achter te laten? En dan komen in het Nederlands te schrijven. En dan elke keer een recensent komt en zegt, oh, dat is goed. Vorige keer was het beter. Volgende keer gaat inshallah nog beter. Was het moeite het waard geweest? Ik bereik een leeftijd, of ik ben een leeftijd bereikt, dat over die vraag van jou dieper en dieper dan ooit nadenkt. Was het waard? Er zijn twee dingen gebeurd dat ik me tot twijfel brengt. Soms zeg ik nee, het is absoluut niet... Ik zou het gewoon niet moeten doen. Wat betekent het leven? En tweede keer is het iets anders gebeurd. Kijk, 25 jaar lang, en jij weet het wat dat betekent, ben ik bezig met de Nederlandse taal. En ik was 33 toen ik hier kwam. En toen ik hier kwam, was ik niet in staat om te zeggen, ik ben Kader Abdullah. Maar 25 jaar was ik bezig met de Nederlandse taal. En ik dacht in die afgelopen tijden, afgelopen jaren, dat ik de taal onder de knie heb. Dat ik de woorden naast elkaar zet, zinnen maak, alinea maak, pagina, hoofdstukken, een roman. Ik ben de maker. Dat had ik tot 2-3 jaar geleden, had ik dit verschrikkelijke, arrogant gevoel. Hè? Maar... Toen ik met dit boek bezig was, kwam ik opeens tot... Als iemand die hash rookte en daarna kreeg een visionen... Maar ik heb nog nooit een hash gerookt, maar goed, ik heb er over gehoord. Maar ik dacht, hey, ik heb me al die jaren vergist. Toen ik zo bezig was met de taal... En ik dacht dat ik de maker ben, heeft de Nederlandse taal mij van achteren in zijn macht of haar macht gekregen. Ik voel me. De Nederlandse taal heeft in de afgelopen 25 alles bepaald. Alles bepaald. Heeft een nieuwe identiteit voor mij gemaakt. Een nieuwe schrijver, nieuwe vrienden, nieuw huis, nieuwe boeken, nieuwe literatuur en. En. Toen ik met dit boek bezig was, voelde ik dat ik eigenlijk gekoloniseerd ben door de Nederlandse taal. Als een land
als een land hier in Nederland en wij die dat onder het water loopt. Stel, je mag je land niet in. Dat lijkt mij verschrikkelijk. Ja, ja. En ik weet hoe graag je naar Teheran wil, naar Iran. Ik weet ook, omdat je je land niet in mag, zit het land in je boeken. Want het gaat ook over de plekken die mensen achter zich laten. Stel dat de Iraanse ambassade zegt, meneer Abdollah, u krijgt van ons een visum, we vallen u nu lastig, u mag nu naar Teheran, maar u moet dit boek binnen intrekken. U moet één boek opgeven. Ja of nee? Je vorige vraag heb ik nog twee zinnen om het af te maken. En dan kom ik op je volgende vraag. Dan sluiten we het af. Je vroeg mij of het moeite het waard was. Ik zei, soms heb ik gezegd, nee, het was niet moeite het waard geweest. En tweede, is er iets gebeurd. Gewoon dat ik gekoloniseerd ben door de taal. En de taal, de Nederlandse taal, heeft door de worsteling met de Nederlandse in de afgelopen 25 jaar, heb ik een nieuwe identiteit aan mij gegeven. Vaak worden we gevraagd, Kader Abdullah, ben je Nederlanders? Nee, nooit, never. En ik kan dat niet zijn. En ik hoef dat niet zijn. En ik wil dat niet zijn. Ben je een Persische schrijver? Nee, dat ook ben ik niet meer. Ik ben niet in de staat meer om literatuur te maken. Ik kan een boek van 700 pagina's in het Persische schrijven, maar het is geen literatuur. Het is lege fles. Maar, wat ben ik dan? Ik ben meer dan ever ooit mezelf geworden. Dat is een boeiende, bijzondere, hoe noem je dat? Iets dat ik bijzonder is dat ik gekregen heb. Je hebt het ultieme bereikt, zelfinzicht. Ik heb ultieme innerlijke bereik. En ik wens het voor iedereen om zichzelf te worden. Want in je eigen vaderland, door de culturele remmen, door de politieke remmen, door Allah's remmen, door moskees remmen, door je vaders remmen, groeien. Maar je wordt niet jezelf. Je wordt een beetje jezelf, de rest gevormd door de omgeving. Maar hier, al die remmen waren opeens los. En omdat ik 33 jaar oud was, had ik controle over mezelf. En ik ben gefascineerd geworden door de Nederlandse taal, met mijn bagage Persische taal. En ik ben mezelf geworden. Het is bijzonder. Ik wens het voor iedereen. En is het moeite waard geweest? Ja, maar het is genoeg geweest, Abdulkader Benali. Het is ook echt genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Dank je wel voor deze prachtige roman, Kader Abdullah. Dank je. Dank je wel. Dank je wel. En op die laatste vraag van die roman. En dan... Ja, je mag blijven zitten, Kader. Blijf gewoon gezellig zitten, joh. Nee, joh, we gaan nergens meer naartoe. We hebben nog een quiz. We hebben nog een quiz. En die doen we gewoon samen, toch? Hoort daar een muziekje bij? U kunt dus de twee boeken van de uitgenodigde auteurs winnen. Die zetten natuurlijk heel vrijblijvend een krabbel in. We gaan beginnen. Dames en heren, doet u mee? Staat u op? Is het antwoord A, linkerhand? Is het antwoord B, rechterhand? En niet vals spelen? Maar dat doet u niet. Momenteel draait de speelfilm Dorsvloer vol confetti in de bioscoop. Heb je die al gezien, Kader? Dorsvloer vol... Ja, die dokter, hè? Ja, ja. Oh, ja, wie is de schrijver van het gelijknamige boek? En er komt eerst een trailer. Ja. 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 Een beetje Nederland van jouw boek, Karel. Katelijne. Ja. Zo'n dwarse spoor. Bij 26 moet je stoppen, hè? Let wel. Anders wordt de auteur gaat genoemd worden. Is dat, dames en heren, linkerhand Franca Treur of rechterhand Esther Gerritsen? Het juiste antwoord is Franca Treur. Nou, dit was een makkie, hè? Nee, dus. Een aantal Franse boekhandels boycotten een indiscreet boek dat een inkijkje geeft in het Élysée. Dat is het presidentsverblijf van de Franse president. Pragmatische boekhandelaren hebben reeds 200.000 exemplaren van dit boek verkocht. Wie is de schrijver van Merci pour ce moment? Dominique Strauss-Kahn linkerhand of Valérie Trierweiler rechterhand? Ja. Wat denk je zelf, Kader? Heb je de vrouw. Je volgt de media goed. Het is Valérie Trierweiler, de ex van Hollande. Ja,
Nou, dat willen de overgebleven kandidaten naar voren komen. De derde vraag is, wie won onlangs de Prinsjesboekenprijs 2014 voor het beste Nederlandse politieke boek van het jaar? Is dat linkerhand het ongelooflijk boeiende pamflet tegen verkiezingen van Daad van Rijbroek? Of het mooi overzichtswerk van de politieke cultuur van modern Nederland door Piet de Rooij, Ons stipje op de wereldkaart? David van Rijbroek, linkerhand, rechterhand, Piet de Rooij. Het juiste antwoord, dames en heren, is... Kader? David van Rijbroek. Nee, dit is Piet de Rooij, rechter, ja. Ja, sorry, ja, nee. Ja. Nee, maar goed, dit moet je dan net weten, hè. Dit moet je dan net weten. Het staat hier op de voorpagina van de Volkskrant. In interview met de winnares van de Nobelprijs 2009... tijdens het Louisiana Literature Festival 2014... maakte deze schrijfster een statement over president Poetin. Wie is deze schrijfster? Is dat linkerhand Yuri Tse of rechterhand Herta Müller? Ja. Oder sie sind in Russland so dick zurückgekehrt, wie sich niemand vorgestellt hat, dass es möglich ist. Und was die Russen jetzt mit den armen Ukrainern machen und wie sie dieses Land destabilisieren und infiltrieren und mit was für einer dreckigen Propaganda und mit einem dreckigen, verlogenen Krieg sie dieses Land kaputt machen, das ist doch unerhört. Das ist doch noch viel schlimmer als das, was wir damals in der Zeit der Diktatur hatten. Das ist doch ein Problem. Ja. Gut. So, kijk. Ja, ja und dann kein Applaus, aber wel. Dit zijn, ja, bijna Lucky TV dit. Ja. Oké, okay, Judith C. of Herta Müller, dames en heren. Ja. Het juiste antwoord is... Herta. Herta Müller, ja, Herta Müller heeft een Nobelprijs op haar naam staan. En Duits-talige schrijver uit Roemenië. Ja, goed. Wie zijn er overgebleven? Willen die naar voren komen? Hè? Kader Abdolla bijt niet. En ik ook niet, dus... Wees gerust. Vanaf 4 september is een verfilming van de Monster-trilogie te zien op 1, de Vlaamse publieke omroep. Wie is de schrijver van het gelijknamige boek? Is dat A, de linkerhand Tom Lanois of Tom Lanoye, of is het rechterhand Herman Brusselmans? Ja, het juiste antwoord is, Kader? Ik weet het niet. Je weet het niet, het is Tom Lanois. En wie zijn er dan overgebleven? Dames en heren, wie hebben we nog staan? Wie hebben we nog staan? Wie is de winnaar van deze prijs? Dat bent u, dames. We hebben een winnaar, dames en heren. Hartelijk applaus. Ongelooflijk. Godverdorie. Ja, ja. Kader, wil jij de boeken uitreiken aan deze gelukkige winnaar? Dit, nou ja, dit vergeet je nooit meer. Ja, uw naam? Rico. Rico. En welk boek gaat u als eerste lezen? Dat van Sanneke. Dat van Sanneke, ja. En waarom? Dat interageert me het meest. Okay. De foto's en de verhalen? Ja, zeker weten. Okay. Nou, heel veel leesplezier. Dames en heren, dat was het. We zijn er dus op 7 november. Hè? 7 november, dan zijn we er weer met een andere interviewer. Ik ben er dan niet bij. En dan is Havid Boerza te gast. Volg ons op Facebook, volg ons op Twitter, volg ons op de website. U kunt het terugkijken op YouTube. Het was ontzettend leuk om u erbij te hebben. De bar gaat open, de auteurs signeren, Lennon en ik gaan plaatjes draaien. Het wordt nog een hele fijne, leuke avond. Dank u wel en tot ziens!